Het spoor beseft beter dan ooit dat de klant koning is en dat ook kritische klanten respect verdienen. Als die klanten blijven zeuren, moet het personeel soms op de tanden bijten, vooral als blijkt dat die klant gelijk heeft. Welkom in het Zuidstation. We maken kennis met Michel van het Travel Center. Hij wordt geplaagd door een klant die klaagt over eentalig Franse infoschermen. Ploegbaas Johan moet tijdens spoormetingen vluchten voor aanstormende treinen. Julien helpt een slechtziende zangeres aan boord. En bij Frankie van de Vips passeert Romano Prodi. Het wordt een dagje stressen voor VIP-manager Frankie Christiaans. Straks reist Europees Commissievoorzitter Prodi af. En vanochtend vroeg al vertrekt hier een handelsmissie met prins Filip aan het hoofd. Dus iedereen is er bijna allemaal van die deelneemt aan de missie, de zakenmensen. Dus vooral 80%. Dus ik wacht nog juist op mevrouw Neitz, de minister. En de kroonprins. Die gaat toekomen binnen een tiental minuten. Het is 7:15, maar in Brussel is de ochtendspits al lang bezig. De kroonprins laat op zich wachten. Frankie maakt zich nog niet echt zorgen, maar het scheelt toch niet veel. Het is niet nipt, maar ze mogen toch al beginnen toekomen, ja. Een tijd voor naar het salon te gaan en naar boven te gaan. Ik hou er niet van te lopen en zo. Dit zijn de internationale loketten en de baas hier is Michel Mommens. Nu eerst een koffie drinken. Overleef mijn dag niet. Michel is 38. Hij begon 14 jaar geleden als rangeerder en via examens werd hij loketbediende en dienstleider. In feite ben ik geen nog een mens. Michel is getrouwd en vader van 3 kinderen. Thuis surft hij graag op het internet. Hij kent iets van computers en dat komt ook op het werk van pas. Hier kunnen wij perfect opvolgen hoeveel klanten er staan te wachten, hoeveel loketten er open zijn. Dus momenteel is het simpel, alleen het onmiddellijk vertrek internationaal is open. Er staan 0 klanten te wachten. Hier kunnen we ook zien bijvoorbeeld in aanraakscherm nummer 3 zijn er nog 169 ticketjes beschikbaar. Dus dat zal de eerste keer veranderen. Anders moet ik dat straks doen, terwijl dat er volk staat. Er reizen 14 mensen mee met de prins en dus ook een hoop bagage. Zeg, Toetske. Toets, de man van de VIP-lounge, moet gaan helpen met de bagage. Jij moet wel opletten als nu blijkt dat binnen... Wat wil zeggen, binnen 5 minuten de prins hier niet in is, dan ga jij al direct naar binnen en zeg dan die mensen die daar staan voor de bagage, dat ze achterom 4 mogen gaan. Voor de bagage al te laden. Oké? Okay? Ah, de minister, ja. Maar als je mag naar daar komen, minister. Mogen wij u begrijpen? Ja, wij gaan van de kant. Gaan we niet wachten, Zos? Gaan we niet wachten? De prins gaat alle minuten gaan binnen gaan komen. Wacht hier? Ja, ik denk dat dat misschien het beste is, ja. Hoi, voilà. Minister Annemie Neitz van Buitenlandse Handel is er al en ook prins Filip komt nu aan. De andere handelsmissionarissen zijn hoge ambtenaren en zakenlui. Een officiële missie dus en daarom wordt de prins ook door de stationschef begeleid. Jos de Sel, de man links. Hij is de baas van het Zuidstation en dus ook de chef van Frankie. Ticketjes, 3000 op rol. Alle dagen hier nodig. Dus de klant moet hier zijn keuze maken. Die 3000 mensen komen aan de beurt volgens een wachtnummer dat ze kunnen krijgen via een aanraakscherm. Dat blijkt bijna niet goed te gaan, toch? Het zit in het kopje. Hè. Vroeger was het aanschuiven in de file en deden ze een pasje. En als ze de indruk dat vooruit ging, dikwijls komen ze dan naar het loket en dan zeggen ze, ça fait 10 minuten que j'attends ici, terwijl dat de bediener dus perfect kan zien hoe lang dat de klant wacht. Op zijn display blijkt dat hij 1 minuut en 40 seconden gewacht heeft. Maar natuurlijk 1 minuut en 4 seconden stilstaan en wachten. Dat is heel lang. Maar ze zult moeten groeien. In het Zuidstation komen naast pendelaars ook veel onregelmatige reizigers en toeristen. Mensen met vragen vaak. Daarmee trekken ze naar de infobalie, waar ze Mark ontmoeten. Een navigeur. Hallo, we're just trying to get a map of the city center. Please. Mensen met een of andere handicap, waardoor het moeilijk is voor ze om de trein te nemen of op het juiste perron te geraken, worden geholpen door Julien. Hij vangt ze ook op bij aankomst. Vaak zijn het dezelfde reizigers en leren ze de helpers kennen.
Ook de slechtziende dame die Julien nu helpt uitstappen, is geen onbekende. De laatste twee rijtuigen brengen. Dag Julien. Merci beaucoup, monsieur. Bien aimé. Ze moet verder naar Marseille en Pont. Ja. Ça va, Julien. Ça va, ça va. Au revoir, madame. Bonne journée. Ça va aller? Avec toi, ça va? Mais ça va très bien, ça fait longtemps. Et qu'à la SNCB, les gens sont gentils, humains, depuis Marseille, depuis Blankenberg, jusqu'à Marseille au Pont. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je fais ça la vie 3 fois par mois. Je suis aidée par Julien, par Henri, par Johan, n'est-ce pas, et puis Hans aussi, et puis on a Bernard, Bernard, Rayette et Henri. Je pense que j'ai bien oublié. Jean-Claude peut-être. Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Bonjour. Bonjour. C'est pour des renseignements sur les départs de train vers le Maroc. Pour le Maroc? Est-ce que c'est possible? Ça vous pouvez demander une fois à l'international, au troisième porte à votre droite. Troisième porte à votre droite? À votre droite, oui. Merci. S'il vous plaît. Non, Maroc, on va mettre une drone. Et... Allô, coquette. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui. De prins wil koffie, een taak voor Toets, de butler van de VIP-lounge, maar die is nergens te bespeuren. Mandam, mandam. Die is weg. En waarom de koffie is weg? Ik had hem naar boven gestuurd voor de bagage en die is naar de boven. Ik heb vast voor de wijn tot zo'n vreugde. Je kunt me voorbereiden ook dat de Japanse mensen heureux, joyeux, en dat ik chante toute la journée, dat ik me sens, I am a bird, je me sens un oiseau. Parce que in my heart, I am a bird. Alors je chante comme un oiseau, vous voyez. La semaine prochaine, je chante à la Libraille, je le récite des poèmes, et voilà, on est tous heureux, en travail. Je suis en pleine folie artistique. Frankie heeft Toets gevonden bij de koninklijke bagage zoals Frankie had gevraagd. Toets haast zich meteen naar de lounge met koffie. Bonjour monsieur, le train peut joindre les fines. De? Les fines. Les fines. Oui. Les fines, ça se trouve où? Vers là. Vers là, mais là, c'est quoi là? Moi, je sais pas si on me dit les fines, moi, je sais pas. Les fines, c'est les fines? Les fines. Ah, les fines. Les fines, c'est ah. Ouais. Ça, c'est autre chose, c'est pas les fines. C'est hein? Les fines. Là. C'est le train de tourner Moucron. Oui, Moucron. Dan nu een keer naar de... Er is blijkbaar een probleem met een van de touchscreens, monsieur. Uniquement avec un doigt. Uniquement avec un doigt. Si vous poussez avec tout, ça ne va pas jouer, ça ne marche pas si on fait comme ça. Merci, monsieur. Het is gewoon vingertipbediening. Heeft dat toen de klant? Zijn er op de duur? Dat gaat niet natuurlijk. En dan is het direct. Ça ne marche pas, votre système. Dus direct. Daar zijn ze wel natuurlijk heel vlug voor aan te roepen dat het niet werkt. Dat werkt wel. Tja, de ene reiziger wordt minder vertroeteld dan de andere, dat is onvermijdelijk. De Tari staat klaar voor prins Philip en zijn missie. De bestemming is Saoedi-Arabië en Kuwait. Het doel? Belgische bedrijven promoten. In Parijs vertrekt het vliegtuig. Apart reizen nog eens 70 zakenlui mee. Ik zal u de plaatsen tonen. Hè. Het is land rechts. Ik denk dat uw plaats hier is, mevrouw de minister. En dat de prins daar zit. Oké, een van die twee. De Thalys vertrekt stipt op tijd. Wat dat betreft is Frankie in zijn nopjes. Voilà. Dat doet hij dus altijd. Dat vind ik een leuven of zo. Toch altijd, hè? Dat gaat daarvan, hè? Van in de trein of zo. Nou ja. Dus ook een blijk van waardering toch ja, naar het maatschappij. Een toets, dat moet nog wel lukken. Ik had aan de toets gezegd, omdat hij in plaats van mijn toekomst gaat dan gaan zeggen dat ze bagage laden. En toets,
wil dit goed doen voor het helpen. Nee, hij moet beneden zijn. Hij moet beneden zijn. Dat was de reden. Ik heb een kaffee gemaakt. Hij moet beneden zijn. Frankie wil niet alle schuld op Toet steken. Hij zegt erbij dat hij hem had weggestuurd. Maar de prins heeft niks gemerkt. Bij Julien ontluikt een verborgen talent. Oh, maar je prépare maintenant un petit récital. Je chante, par exemple. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des fils, des photos du bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en nouvel Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver. Ma robe bleue, sous la pluie de l'aurore, le temps qui court, je ne peux plus vous attendre. Dou 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 dou. Je voudrais toujours vous plaire dans mon jardin d'hiver. Oui, parce que j'aurai bientôt 80 ans, alors mon jardin d'hiver, je suis dedans. Ça, vous ne savez pas? Vous ne le saviez pas? Non. Mais non. Je n'ai pas crié sur les toits. Straks stelt zich een speciaal probleem bij Michel in het Travel Center. Met Walter Grootaars. Zaterdag bij VTM. Als chef van het Travel Center leidt Michel de loketbedienden, maar beantwoordt hij ook speciale vragen of klachten van reizigers. Ja, nee, er staan daar zo van die monitoren, hè? Ja. Nee, bericht. Ja? Die staan enkel eentalig Frans. Ja, die van om de 15 minuten. Om de 15 minuten? Om de 15 minuten van de titel. Moet dat 15 Frans en Nederlands. Maar er hangen meerdere monitoren in het station. Ja, die zijn niet allemaal tegelijk Frans hoor. Dat zijn dan Nederlands, daar Frans en nog vice versa. Dan moet je eerst gaan zoeken waar dat Nederlands. Vrees je man, dat is hier nog eigen in een tweetalige stad natuurlijk. Ja, de logica is, als je daar twee schermen naast elkaar staat, met twee keren dezelfde tekst in het Frans, dan zou dat toch een ene in het Nederlands en ene in het Frans. Dat doen we hier. Deze doen. Morgen, hè? Ik zeg, ja, wat staat er daarop? Zo? Hey. Na vijf minuten, nog altijd in het Frans. Het is een kwartier. Om een kwartier. Als je dan daar gaat kijken, zal het in het Nederlands staan. Dan kijk eens op in het Frans en vice versa. Dat is wel constant. Dus als ik van Ginder naar daar ga, dat kan terug in het Frans zijn. Als u 15 minuten over doet, voor jullie hangt het door Kruisen, ja. Ah ja. En als u dan terugkeert en u doet er weer 15 minuten over, zal het in Nederland staan. Ja, ik zeg, er staan twee schermen naast elkaar. Twee keer met dezelfde tekst. Vindt het? Dus zou het toch wel eens zijn dat er dan de ene Nederlands kan ik dan de andere kant in Frans. Je kan dat ook niet veranderen, niet hoor. Ja. Ja. Il ne savait pas. Mais je n'ai pas leur chanté des chansons chaque fois. Parce que quand je me promène, je me dis, quand le facteur part entrer, on l'entend toute la matinée fredonner. La la la. Ook Marc is weer in zijn hum. Heb jij een nouveau TGV? Jullie met terug naar hier, meneer. Mijn briefje voor verdwaalde reiziger moet ik hier verhalen. Ah ja. Mag ik even een ticket hebben, alsjeblieft? Mag u een reiskaartje hebben, alsjeblieft? Nee. Dank u wel. Ja, die is verkeerd afgestapt. Veel minder vrolijk gaat het eraan toe in de VIP-lounge. De zaak met de koffie krijgt een staartje. Toets verdedigt zich en zegt dat hij door Frankie zelf naar de bagage werd gestuurd. Ja, maar ik heb gezegd, ik was echt graag gaan zeggen. Ja, maar dat is het probleem niet. Die mannen van Air France wisten het. Die wisten dat wel. Die wisten dat. Die mannen vonden niet. We zouden er iemand niet doen. Er stond er hier, hè. Castel stond hier. Ja, maar Castel hing bij ons daar. Ik weet niet, maar wij kenden hem. Castel had tegen mij gezegd dat iedereen op de kei wist hoe wat het. Er is geen gebroken wiel, maar... Ik heb maar graag koffie gepakt en gekocht. Hoe dan ook? Hij die roept op, dus ik weet niet wat ik moet zijn. Is hij? Ja, maar dat is goed. Het is opgelost. Oké. Volgende zondag om 9 uur. Ik heb nu een koffie gevonden, ik heb er al graag gezien, het is daar naast. Probleem natuurlijk niet.
Op hun stond de vis al in die kannetjes klaar. Ja, maar dan is het koud tegen ze. Kijk, als dat een half uur moet binnen, is dat toch nog? Maar ik vond u niet meer, hè? Op het moment dat ze toekomen, spullen ik naar binnen en dan is die koffie warm, want anders is dat koud. Maar weet je wat, als die kan, dat blijft de koffie. Ik kom niet echt naar beneden. Maar waarom doet Daniel maar niet oproepen en een trunk bij hem? Ik stond. Ja, maar ik kan niet oproepen als ze binnen staan. Nee, maar Daniel moest me oproepen. Nee, Daniel. Ja, van de Broek. Als ze zoiets is, ik heb altijd mijn trunk bij. Goed, de volgende keer beter, hè? De wachttijd is weggezongen, de trein van mevrouw staat klaar. Was het niet? Als je die patiënt. Voilà. Julien kan even koffie gaan drinken, maar voor de spoorleggers van het Zuidstation wordt het nu pas spannend. Binnenkort moet de ligging van enkele spoorlijnen worden aangepast aan de dubbeldektreinen. Ploegbaas Johan heeft een afspraak met het hoofd van de spoorleggers. Want vandaag zijn een boel opmetingen gepland tussen het drukke treinverkeer door. Oké, dan kunnen we hier de schulpjes invallen. Gewoon weer naar spoorrecht, dan weet je, dat is voor vrijdagnacht. Hè? Ja. Opmetingen, het plan is niet volledig in orde, want dan niet hier. Oké, ça va. Compris. Quatre. In het Zuidstation passeren dagelijks meer dan 50.000 passagiers. Dat zijn heel veel treinen. En die stoppen niet voor een opmetingje. Het is voor vrijdagnacht dat wij dat voorzien. Dus we zijn nu overdag alles aan het opmeten en aan het uitschrijven. Dus dat wij dus 's nachts die metingen niet meer moeten doen en allemaal onmiddellijk weten. Want de tijd is duur voor dat te doen is tamelijk kort. Ja, als televisieman is dat weer. Ik zou dan nog een keer naar het andere gaan kijken, maar dat lukt ook niet. Dus terwijl dat daar in Frans was, was daar ook in Frans. Dus, ja. Deze morgen was het ook zo wel, hè? Oui, dis, j'ai un client qui se plaint que les écrans restent en français avec le texte là-dessus. Normalement, c'est avec un looping que ça saute dans toutes les langues. Lesquelles? Tous, il dit. Ah oui, c'est ce qui me semblait aussi que ça alterne. De welke was dat juist? Ja, maar waar? Overal, partout il dit. Donc il y a le texte sur la semaine de... Il y en a 22, on ne sait pas les joindre. Ok, ça va, merci. Ja, dat kunnen we morgen oplossen. Ja, vandaag niet. Bedankt, hè? Ja. Je fais mon yank. Quoi les? Quoi les? Que train? Ah. À 10. Je peux avoir le billet, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, votre train. À 10h44, à la voie 9. Milieu de la salle, à droite. Is dat Laura? A 10:44, a la via 9, a derecha. Gracias. De nada. Als ik al dat kan zeggen. Maar ja, dat doet de mensen, hè. Dat zijn ze wel content, maar ja. Want ze komen zeggen op vrijdag, ja, Pools of Russen spreekt. En dus. Ik heb niet van zijn leven een collega gehad die heeft slagen gehad omdat hij Japans sprak. En ja, dat is allemaal, we doen het normaal, hè. Ja, veel netten, veel netten en heel naf, ja. Ja, met trommelmeterke. Trommelmeterke, waar stort dat? Ja, 5 of 6. Ah, in Lelleban, oké. Van 4 naar 12, hè? Van 4, ja. Van 4 naar 12. Net een eind van de bocht. Oké, het trommelke ligt door, ik hoor er een beetje om begaan. Probeer nog minder dat te zien krijgen. Ja, achterdienen. Eindelijk wordt Johan wat tijd gegund om een rail te meten. Stop, ça va. 34:30. 34:30. Oké. Okay.
Het Zuidstation ontvangt vandaag nog andere VIP's dan prins Filip en minister Nijts. Nu wachten we op president Prodi, president van, meneer Prodi, voorzitter van de Europese Commissie. Met zijn echtgenoten en een paar medewerkers die naar Parijs gaan. Doetke, is u een koffie gemaakt? Ik heb er iets anders gemaakt. Geen thee, ja. Minnestoeken. Allee. Ja, dat is in orde. Goeie zwarte Brusselse koffie. Goed kunnen, we nog vinden, man. Maar ik moet zien dat ik op tijd binnen ben voor de koffie, hè. Allee, ja, maar gaan we nog vinden. Goed. We moeten niet, niet te veel... Maar toch binnenkomen deze keer? Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik zal nog een keer zien waar ik ga komen of niet. Je hebt me al de mluven van de morgen, hè. Oké, ja. Nu kan hij er alweer om lachen, maar toen Frankie en de grote baas Jossem vanmorgen op zijn donder gaven, was Toets er toch even niet goed van. Achter de schermen van het Travel Center intussen maakt Michel een grapje over de klacht van een klant. Dan gaan we verder toe. Onze tv-maniak. Dat gaat nog in zijn voor Jambers. Wat geeft hem? Wat doet hij? Klanten in het station. Wat geeft hem? Dat wordt gestuurd, dat zijn die crisisschermen, die worden gestuurd van spoor 22 en daar is niemand. Ja. Ik betwijfel, wanneer dat alterneert. Die teksten alterneren altijd. Constant. Dat kan dus niet, ik zal zelf een keer gaan kijken. Dan moet ik een keer gaan kijken, buiten. Owee, als het verandert, hè. Johan is nog altijd niet klaar met zijn metingen. Hij moet telkens stoppen voor aanstormende treinen. 37. Rechte strekking, RS. Ah, niet gelijk aan het einde. Michel voelt nattigheid. We blijven hier allemaal in het Frans staan, maar zullen we een keer een paar minuten wachten. Hè? De tv-maniak zou wel eens gewoon gelijk kunnen hebben. Frankie en de politie wachten op Europees topman Romano Prodi. Voorziening kan van nul komen. Dat is een cd-plakje. De man die Frankie ontvangt is voorzitter van de Europese Commissie, de baas van de Europese regering, zeg maar. De Italiaan Romano Prodi was vroeger premier van Italië en heeft nu de positie waar Jean-Luc Dehaene net naast greep. Op de vier. Trein aankomt. Ja. Typisch, hè? Zou je dat via spray, hè? Ook Romano Prodi gaat eerst nog even naar de VIP-lounge. Waar is Toetsen, Ivana? Waar is Toetsen? Het is niet voor die twee minuten. Oké. Ja, maar ik heb het afgesproken. Ik ben aan de bellen, maar het is koud. Dat je binnen is een trein. Michel schiet intussen bijna wortel in de vertrekhal. Het ziet er naar uit dat hij de tv-maniak iets te snel heeft veroordeeld. Het in de tekst blijft dus wel duidelijk in Frans staan. Hè? Overal. Ja. Oké. Het is ploegbaas Johan dan toch gelukt zijn metingen af te ronden, mits enkele behendige sprongen. Klasse, het is de luxe van een trein. Dus nu spaar ik een kleine kilometer uit dat ik niet te voet moet gaan. Dus van in Kapellenkerken tot in Brussel-Zuid. En ondertussen test ik het spoor ook, de stabiliteit.
Het is mooi geweest voor vandaag. Johan zijn diensten te Rob. Hij kan naar huis, naar zijn vrouw en zijn dochter in Oudenaarde. Ik heb bekeken, hè. Kenmer. Prachtig. Opgelost. Nederlands. Nederlands. Frans ernaast. Zo moet het zijn. Ook voor Michel Mommens eindigt de dag dus met goed nieuws. Als Romano Prodi nu nog zonder ernstige storingen op de TGV raakt, kan ook VIP-verantwoordelijke Frankie Christiaans met een gerust gemoed naar huis. Ja, is het à gauche? Is het à gauche? S'il vous plaît, c'est à gauche. Je vais vous montrer la place, monsieur le président. VIP's goed verzorgd, bagage oké. Okay. Plaatsen meteen gevonden, trein op tijd vertrokken. Missie volbracht. Voilà, Frankie weer tevreden en hopelijk ligt de goedmenende butler Toets na deze lange dag niet wakker van de berispingen die hij heeft gekregen. Volgende week loopt het trouwens weer mis. Deze keer met de bagage van een Indische VIP in het Zuidstation. Tot dan. Ja, maar ik heb die nota gisteren afgegeven bij u, alstublieft. Lang kort, ietsje langer, ietsje korter. Dat is een puzzel die we hier nu gaan samensteken. Hans, in een dwerg daar van 13 uur, hoeveel is dat, 13 uur 52? You don't find it here? Wat?